13 en 14 september opent de Stadsboerderij officieel haar deuren. Deze ontmoetingsplek wil onder andere onze streek-eigen groente- en fruitsoorten meer bekendheid geven. De Stadsboerderij is ook de thuisbasis van de voedselteams, waar u wekelijks een voorraad verse groenten kunt aankopen, afkomstig van lokale landbouwbedrijven. Dus 13, 14 september is ons openingsweekend. Ik ben ervan overtuigd dat mensen moeten komen, enerzijds om te weten wat betekent eigenlijk de Stadsboerderij. Maar ik denk dat het een eerste aangename kennismaking moet kunnen worden. Zeker ook gezien wat de mogelijkheden naar de toekomst betreft. En dat mensen eigenlijk toch moeten weten wat het er in hun achtertuin afspeelt. Stad Turnhout heeft inderdaad wel het initiatief genomen, maar we hebben daar verschillende partners. De belangrijkste daarin zijn toch wel de provincie. Ook projecten die we ingediend hebben in het kader van Interreg en het Pure Hubs verhaal, waar dat er ook echt gestreefd wordt naar die interactiviteit tussen bewoners van het centrum, van de steden en het buitengebied. De Stadsboerderij is eigenlijk op een heel belangrijke plaats gelegen om stad en platteland dicht bij elkaar te brengen. En we hebben heel wat activiteiten ook in petto om men dat ook te laten ervaren, om rond voedsel en zo allemaal te kunnen laten werken. Maar misschien is het makkelijker dat ik even het laat zien, gewoon binnen. We staan hier nu bij het oude gedeelte. En het oude gedeelte is gebouwd in 1840. Dat is helemaal gerestaureerd, gerenoveerd. En het bestaat eigenlijk uit drie verschillende compartimenten. We hebben eigenlijk de oude woning, die uit zes zeer kleine ruimtes bestaat. Naast de woning was dan eigenlijk ook altijd klassiek, zoals vroeger in de langgevelhoeve ook, de stal. Die bevindt zich daar dan, met daarnaast dan de schuur. En die zal dan voornamelijk gebruikt gaan worden door de troef, de sociale tewerkstellingsplaats, die eigenlijk heel het onderhoud van heel het terrein zal gaan doen, om daar eigenlijk al het materiaal te gaan opslagen en dergelijke meer. We staan hier nu aan de stal die bij de Stadsboerderij hoort. Die zal onder andere heel wat schapen en wat geiten en wat andere dieren huisvesten. We werken daarvoor samen met Steunpunt Levend Erfgoed om echte Kempische rassen hier te kunnen gaan huisvesten. Naast de stal zelf hebben we ook nog de bijenhal, waar een heel inforuimte komt en waar een 9 à 10-tal korven zullen komen en waar je dus ook heel wat te weten kan komen over de bijen zelf. We komen hier dus in de eerste polyvalente ruimte. Dus hier kan ongeveer een 50-tal personen ontvangen worden. We hebben boven ook nog een tweede polyvalente ruimte die ongeveer even groot is. Het voordeel van deze polyvalente ruimte is, die is gekoppeld aan de workshopkeuken. Dus hier kan van alles en nog wat plaatsvinden. De kinderen kunnen hier een boterhammen komen opeten tijdens een klasbezoek. Hier kunnen workshops gebeuren. Vergadermomenten kunnen hier gaan gebeuren. Dus de ruimte kan ook gehuurd worden bij de troef. We staan hier in de tuin van de Stadsboerderij. Er ligt momenteel al een centraal betonnen pad, maar die gaat nog veel mal verder ingericht worden met snoepfruit. Er komt nog een kruidentuin, zal er aangelegd worden, een speelheuvel voor de kinderen. Verder is er ook nog momenteel in aanbouw een bijkomende stal nog, waar de compostmeesters plaats zullen vinden. Er is ook een ruimte voor de kleinere dieren, de kippen, de konijnen, noem maar op. Daarnaast is ook nog een kleine bakoven in aanbouw, vlakbij onze workshopkeuken, om ook daar brood te kunnen bakken en pizza's te kunnen gaan bakken. Buiten het erf zelf dan, is dan naast de bakoven ook nog een barbecueplaats die we gaan voorzien. En naast die barbecueplaats is daar ook nog ruimte voor een hoogstaanboomgaard, een zelfhoogstaan of een CSA-tuin. Volkstuintjes gaan er ook nog allemaal komen, dus er gaat heel wat te beleven zijn voor iedereen, zowel voor jong als oud. Op de Stadsboerderij is er ook ruimte voor kookworkshops. Wij hebben alvast aan Christine Roelofs gevraagd of ze voor ons een gepast gerechtje kan maken. Christine heeft zelf een eigen smaakatelier. Ze creëert er allerlei delicatessen met bijzondere of vergeten groenten, kruiden en fruit. MUZIEK.
in de stadsboerderij van Turnhout. Die wordt binnenkort geopend. En ter ere daarvan ga ik voor jullie een gerechtje maken. Waarbij ik natuurlijk streekproducten gebruik. Ik ga eendenborst maken. Die heb ik eerst gerookt. En die ga ik nu eerst even bakken in de pan. Die heb ik van tevoren even ingekeept. We leggen hem op zijn vet en we laten het rustig bakken zodat het echt een lekkere krokante onderlaag wordt. En dan het vet verdwijnt eigenlijk langzaam. En daarna draaien we hem om, maken hem nog even lekker bruin en zorgen dat hij dan rosé op ieders bord komt. Dan gaan we de lijsterbessaus maken. Beetje likeur erbij. Beetje. Die alcohol is eigenlijk ook heel goed bij wild. Dus als je wildgerechten maakt, is het heel vaak lekker om iets met alcohol te doen. Omdat dat een beetje dat die heftige smaak van dat wild tegenzet. Zo, minimaal vet. Lekker knapperig. Met een lekker fris slaatje van Roomse kervel. Kijk, zo'n mooi veerachtig blaadje. Het is een mooie kervelsmaak. IJskruid. Dat is echt een prachtig ding. Als je sterrenrestaurant gaat eten, dan krijg je dit ding ook. En kaneelbasilicum. Dat is basilicum met een geur met een hint van kaneel erbij. En rucola, waar iedereen aan bekend. Dan gaan we daar leuk die zaadtoosjes van de radijs bij doen. Die kan je ook eten. En die smaken lekker knapperig en ook naar radijs. Dan hebben we natuurlijk de bekende Oost-Indische kerst als eetbare bloem, de bloemen van de radijsjes. En ik heb nog heel lekkere bloemetjes van de Chinese wisten. En als finishing touch, de besjes. De lijsterbesjes. En het gerechtje is klaar. Eet smakelijk.